In Katerini, in het aanschijn van de mythische Olympusberg, worden de Zeus Black Pigs gekweekt. Dit unieke wild zwart varkensras loopt vrij uit en krijgt invloeden van zuivere berglucht en voelen de zilte zeelucht van de Middellandse Zee. In deze stressloze omgeving van ruim 300 hectare worden ze gevoed met olijven. Een procedé dat volgens internationaal octrooi is vastgelegd. Voor Nikos Vatouadis en zijn familie, die samen het bedrijf runnen, is dit hun levenswerk. Με το μαύρο χείρο ξεκινήσαμε γιατί είναι το εθνικό μας γουρούνι. Κάναμε τη διατροφή με την ελιά, η οποία ελιά είναι ο εθνικός μας καρπός. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παράξουμε ποιοτικό κρέας, διαφοροποιημένο κρέας, με εξαιρετική γεύση και με πολύ καλή χημική σύνθεση και υγιεινό κρέας. Het Griekse zwarte varken heeft een uniek DNA van meer dan 3000 jaar. Dit werd onderzocht door het Centrum voor Genetische Verbetering onder toezicht van het ICETA, het Nationaal Centrum van Onderzoek en Technologische Ontwikkeling. Tevens stelden zij vast dat het vlees uitzonderlijk veel omega-3 en omega-6 bevat. Daarnaast is het vlees ook rijk aan ijzer en proteïnen. Twee wekelijks wordt hier ongeveer 15 tot zelfs 18 ton olijven geleverd. Als men ervan proeft, is puur olijf. Het is spectaculair wat die varkens krijgen. En niet te vergeten, olijf is een dure voeder. Is een duur voeder. Μας ήρθε η ιδέα να δώσουμε ελιά, γιατί άλλες χώρες που παράγουν μαύρο γουρούνι ταΐζουν βελανίδια. Εμείς εκτιμήσαμε ότι είναι σημαντικό το εθνικό μας γουρούνι να τρώει τον εθνικό μας καρπό, το οποίο είναι, η ελιά είναι και γευστική, είναι και πάρα πολύ υγιεινή, έχει πολύ φενόλες, έχει πάρα πολύ καλή χημική σύνθεση και έτσι θελήσαμε να κάνουμε το εθνικό μας γουρούνι με το εθνικό μας καρπό και μεγαλωμένο στον ιστορικό μας όλυπο. Η manier waarop ze gekweekt worden, wil ik zeggen, de voeding, het loslopen, het verwerken, het bewerken ervan. En dan toch, zoals ik zei, met mensen die erachter staan, die toch wel know-how hebben. Daar ben ik toch wel een beetje door verrast. Ja. De toegevoegde waarde voor ons is dat de horeca in België enorm aan het veranderen is en dat wij ook opnieuw ons eigen moeten heruitvinden, nieuwe dingen gaan doen, de klant aanspreken. En dit is een ideale gelegenheid om daaraan mee te werken, zodoende wij nieuwe producten kunnen lanceren en kunnen brengen in ons etablissement, zodoende dat wij het verhaal ook naar de klant kunnen brengen. De eindgebruiker zal het proeven dat het vlees anders smaakt. Hè. Het is een wild varken. Het is een wild varken. Je zou het eigenlijk moeten vergelijken met een everzwijn. Het is meer everzwijn dan tam varken. Het is dat je puur naar een product gaat dat basic is. Er komt niets industrieel bij, er komt niets bij van massaproductie. Het zal ook een varken zijn dat we nooit gaan kunnen produceren op de massaproductie, waardoor je die basis blijft behouden. En dat is wat we vandaag heel moeilijk nog vinden. Producten die dat van nature uit, van grond uit gekweekt zijn, zonder dat we als mens zijn gaan ingrijpen in de voeding, in de opvoeding, in de kweek van het product. Ja. Gewoon basis, gelijk dat de jager het vroeger uit het bos zou gaan schieten. Ja, inderdaad. Nikos Vatouadis verwerkt het vlees in een uitermate moderne fabriek die op het één na hoogste ISVO-certificaat ontving. Het kwaliteitsvlees bevat geen enkel toegevoegd product of antibiotica. Dit zijn technische delen, hè, waar dat de restaurant graag mee werkt. Kijk, het is mooi gemarmerd, dus het is botermals. Dat vet een beetje lapelijk smelten. Het vet is hier intramusculair, hè. Je ziet dat ook, hè? Dat is het echte ultieme doel waarvoor we hier zijn. Dat hebben we echt, ja, dat is buitensporig. Als men het proeft, dat varkentje, dat is uniek. En wat ik ook nog tof vond, dit is een wild varken. En een wild varken met een abnormale, zachte, fijne smaak. Ik heb dat nooit niet gegeten. Als ik denk aan wild varkens, denk ik aan everzwijnen. En
dat is een veel straffer smaak, wat niet iedereen wil. Maar dit is een varkentje, als, dat eet klein en groot, oud en jong. Dit is genieten. Een stuk vlees dat toch sappig smaakt, maar zonder dat er te veel vocht in zit, water in zit. Zodanig als je dat gaat bakken, dat je een mooi droog stuk vlees krijgt in je pan, maar dat toch veel smaken geeft en een bepaalde sappigheid in je mond gaat creëren. Je krijgt een heel andere smaak, je gaat ook een veel beter smaakbeleving krijgen doordat je vet anders behandeld wordt in dat varken, omdat je gaat terug puur naar de natuur. En ook een gezonde voeding. Ze gebruiken die olijven, voor de rest hebben we die varkens ook gras in grazen. Dus je krijgt niet meer die toevoegingen van die meel en zo, dat toch allemaal een beetje een smaak geeft in het gewone varken dat wij vandaag kennen. Wat moet je onthouden van de Zeus Black Pig? Het wordt gekweekt in Griekenland. Het ras heeft een DNA van meer dan 3000 jaar. Ze eten olijven en bergkruiden. Ze zijn rijk aan omega-3 en aan omega-6, evenals aan ijzer en proteïnen. Het is 100% natuurlijk en milieuvriendelijk. Het vlees heeft een zachte en tegelijkertijd wilde smaak.